Hallo daar. Iemand thuis? Hallo? Ik weet niet. Ja, ik denk altijd dat daar iemand thuis is die op mij let. Die dan dingen over mij zegt dat het niet goed is. Dat ik te netjes kijk of te beleefd of te veel u zeg. Maar nu zie ik toch dat je op het moment dat ik je aanzet, dat je gewoon de dingen doet die ik van je verlang. Want het enige wat je doet is gewoon registreren, opnemen. En in het begin had ik toch wel het idee als zodra die knop aanging, dan denk ik, oh, nou moet ik wel beleefd staan en het moet er oké uitzien. En dan kijk ik later zo'n videootje terug en denk ik, nou, het lijkt wel een overlijdensadvertentie. Dus ik weet wel dat dat niet werkt. En nu kan ik gewoon wat meer met je spelen, een beetje aan je draaien. Een beetje kusjes geven of een beetje zwaaien. Of gewoon even stil zijn. Ja. En mocht ik toch twijfelen, dan vraag ik gewoon in de lens, is het een probleem dat ik twijfel? Of is het een probleem dat ik het niet goed weet te verwoorden? Nou ja, je antwoordt natuurlijk niet, maar ik hoor wel dat je niet protesteert. Dus dat ontspant mij een beetje om gewoon te spelen voor die camera. En naar voren te gaan en naar achter. Dus, ja. Ik zou nog heel veel met je willen oefenen. Heel veel leuke speelse filmpjes willen maken. Om mijn boodschap over het emotioneel volwassen modus, het mentaal meebewegen, om dat vast te leggen.